Je krijgt te horen dat je kanker hebt. En dan? In deze serie volgen wij Henry, Toos, Anna en Henk tijdens hun behandeling. Wat betekent het voor hen en hun naasten? De diagnose kanker. Henk heeft prostaatkanker. 2 maanden geleden is zijn prostaat verwijderd in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Met dit ziekenhuis werkt het Catharina ziekenhuis samen op het gebied van prostaatkankeroperaties. Biepoe. De operatie van Henk is zeer voorspoedig verlopen. De operatie is goed gegaan, helemaal goed. Het was echt halleluja van iedereen. Maar ja, toen hij dan donderdags te horen kreeg dat je vrijdags naar huis mocht, heeft hij gezegd, doe ik niet, ik blijf nog 1 nachtje. Het is net of de lieve meneer mij ingaf, blijf nog een dag. Ik zeg, ik kom morgen met bezoek mee naar huis. Dat is prima. En die nacht is begonnen. Heb ik zoveel pijn gehad. Zoveel pijn. Henk en Ria bespreken vandaag met dokter Vrijhof wat er allemaal is gebeurd en welke complicaties Henk heeft gekregen. Een vraagteken. De ingreep, dat hebben we toen nog besproken, die is eigenlijk goed gegaan. Ik heb u toen ook gebeld. Ik denk dat de ingreep zoals die gelopen is, dat is prima. Ik zou dat technisch gezien, denk ik... Geen probleem. Nee, ik zou hem spreken morgen weer op dezelfde manier hebben gedaan. Ja. Waar we natuurlijk mee zaten was met die bloedverdunning. En dat heeft voor ons waarschijnlijk ook wel deels parten gespeeld. We hebben u toen die bloedverdunners gegeven. Daarmee verdun je het bloed behoorlijk. En toen begon op een gegeven moment, een dag of 2 na de ingreep denk ik ongeveer, was op die zaterdag, dacht ik. Dat we inderdaad werden geconfronteerd met een nabloeding. Dan krijg je een hoop vocht in de buik, de darmen gaan stil liggen. Door de prikkeling en door de druk van achteruit gaan die darmen allemaal stil liggen. Die darmen, dat gaat ook deels vocht produceren. En dat vocht is in die buik gaan zitten. Uw buik begon te zwellen, uw darmen begonnen meer te zwellen. En uiteindelijk heeft dat wel geleid tot een opening van het wondje hier net boven de navel. Op het moment dat dat wondje open gaat boven je navel, heb je eigenlijk een verbinding met je buitenwereld. En is eigenlijk de inhoud van zo'n buik, is eigenlijk, daar zitten dan bacteriën in. Daar ontkom je niet aan. En dat vocht dat raakt meer geïnfecteerd en u raakt, zoals wij dat noemen, septisch. Dat wil zeggen dat u vergiftigd raakt door het vocht wat op dat moment in de buik zat. Dat ging de bloedbaan in, dat tastte uw nierfunctie in ernstige mate aan. En daarmee kwam u eigenlijk gewoon op de intensive care terecht. Ja, toen dachten wij, dit is niet goed meer. Dit beviel ons niks. Dus zijn we nog op een avond bij dokter Vrijhof hier in Eindhoven moeten komen. En toen kregen we wel te horen dat het echt slecht was. Dus dat was niet leuk. Ja, er is veel gebeurd. Heel veel. Het is wel heftig geweest. Heel heftig. We hebben uiteindelijk een drain in die buik gelegd, hè, waardoor het vocht er allemaal uit kon stromen. Toen dat vocht er eenmaal uitliep uit de buik, toen was eigenlijk, zagen we u gaandeweg alweer opknappen. Ja, dat is denk ik wel de belangrijkste move geweest die we gedaan hebben door daar weer een drain in te leggen. Dat het vocht eruit kon. Ja, dan is mijn vraag, waarom niet eerder? Ja, dat is, weet je, aan zich is het zo dat vocht in een buik hoeft niet per definitie iemand echt in de problemen te brengen. Want net zoals bloed wordt dat gewoon door het buikvlies als het ware, het wordt afgebroken en opgenomen. En dat gebeurt ook vaak met vocht. Dus men heeft gedacht van nou, kunnen we dat nog laten zitten, dat vocht? Maar toen we wisten dat u langzaam vergiftigd werd, als het ware, dat dat vocht waarschijnlijk toch geïnfecteerd was, toen hebben we de beslissing moeten nemen om daar toch een slangetje in te leggen. Henk ligt uiteindelijk bijna 7 weken in het ziekenhuis. Eerst op de intensive care in Nijmegen, waar Henk moet vechten voor zijn leven. Maar hij komt er doorheen en wordt zo snel mogelijk naar het Catharina ziekenhuis overgebracht om daar verder te herstellen. Ja, dit is natuurlijk ook zo gek als dat het klinkt. Ook voor een dokter altijd heel lastig. En je leeft enorm mee met je patiënt en dat gaat je enorm aan je hart. Maar ja, dit zijn wel de dingen zoals ze gebeuren. Ik bedoel, we hebben daarover gesproken ik denk dat het... Als we het morgen zouden doen, dan zou het weer kunnen gebeuren. Ja. Ik ben nu bijna 20 jaar uroloog. Het voordeel is dat je al veel gezien hebt in je leven. Dat je ook je complicaties hebt gehad. Je wordt geen goede arts als je ook niet complicaties hebt. Dat kan niet anders, want daar leer je verschrikkelijk veel van. Want dan weet je ook hoe je dat moet aanpakken. In dat opzicht kan ik daar emotioneel gezien wat beter mee omgaan. Maar dat neemt niet weg dat ik toch mijn momenten heb dat ik het ook even moeilijk daarmee heb. Hoe gaat het met u? Oh, ja.
Blij dat het weer een beetje in de lift allemaal zit. Ja. Ja, wat je ziet vaak is dat aan de partner, hè, die dan het zo zwaar heeft en die ook heel veel op en neer moet rijden en al die zorgen ervan heeft. Ja, die heeft geen tijd om stil te staan bij zichzelf. Ik bedoel, die is alleen maar bezig en gericht naar de anderen. En, terwijl die het heel zwaar heeft. Want u zei ook laatst tegen mij, ik kan me nog herinneren, dat u zelf ook afgevallen was daarvan. Ja. Hè? Dat hij het zwaar heeft gehad. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Dus dat is goed om ook weer een beetje... Weet je ook voor haar weer. Ja, dat is ook goed voor mij. Ja, gelukkig. Heel trots. Want die heeft veel voor me gedaan. En nog. Ja, en de kinderen ook. Ze zijn er alle dagen geweest. Ze hebben gewoon een week vrijgepakt. Dus dan weet ik wel hoe heftig dat was. In dag en nacht bij mij geweest. En dat is wel fijn om nog eraan te horen. Ja. Helaas is de tumor niet helemaal weg na de operatie. Als het weefselonderzoek na de operatie terugkomt, blijkt er toch een paar millimeter tumor te zijn achtergebleven in Henks lichaam. Het kan best zijn dat van het beperkte hoeveelheid die is achtergebleven, dat helemaal niet actief gaat worden. Dat alsnog gewoon biologisch dood is na een tijdje. Dus dat zien we terug in dat PSA. Dus we gaan het PSA controleren. Blijft dat PSA continu onmeetbaar, dan doen we nog niks, dan laten we het zo. Zien we dat het wat op gaat lopen, dan gaan we dat gebied met zekerheid nog nabestralen. Bij agressieve tumoren zie je dat vaker. En dat hebben we ook van tevoren besproken. We wachten gewoon hoe het PSA zich ontwikkelt. Mocht dat gaan stijgen, wat voor reden ook, dan kunnen we alsnog genezend nabestralen. Heb vooral even geduld. Ja. Dat is nu belangrijk. Ja? Probeer me. Oké. Tot binnenkort. Wel thuis, hè. Beste, hè. Daar. Tot ziens, hè. Daar. Daar, beste, hè. Daar. Ja, u wordt vanuit deze kamer worden opgenomen en u komt ook hier weer terug naar elkaar. Wauw, wat chic. Gaan we even aan tafel zitten voor het opnamegesprek. Anna heeft borstkanker. Even mijn tasje hier. Vandaag wordt Anna's borst verwijderd. De operatie is met spoed naar voren geschoven omdat de tumor in Anna's borst blijft groeien ondanks de chemokuur. Het weekje vakantie in Friesland wordt door de operatie ruw onderbroken. Maar haast is geboden, dus Anna meldt zich 's ochtends in alle vroegte al op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige neemt het opnamegesprek af. Anna's gegevens worden gecontroleerd en haar bloeddruk en temperatuur worden nog een laatste keer gecheckt. 36,4. Dus u blijft sowieso een nachtje. Afhankelijk van hoe het morgen gaat en hoe de arts het beoordeelt, mag u in principe morgen of eventueel overmorgen naar huis. Anna belt nog snel even met Jack. Dat zal ik doen. Ja, dat wel. Maar ik ben wel blij dat het eraf gaat nu. Ja, dat wel. Nou, maar in ieder geval, ik had geen koorts en mijn bloeddruk was goed dus. Dat is een go. De vorige dag is er een radioactieve vloeistof bij Anna ingespoten, zodat de klieren die ook verwijderd moeten worden, goed te vinden zijn voor de chirurg. Een scan. Voor de scanner aan de hand van die vloeistof die bij u is toegediend. Klopt. De radioactieve deeltjes zoeken hun weg naar de klieren, waardoor deze makkelijker vindbaar zijn. Die plekken worden vervolgens aangetekend op Anna's lichaam. Daarbij maken de radioactieve zaadjes en vloeistof ook geluid, zodat de klieren extra goed te lokaliseren zijn tijdens de operatie. En tot slot wordt er ook nog een SPECT-CT-scan gemaakt. Allemaal om de tumor en klier zo goed mogelijk te lokaliseren. En dan is het echt zover. Goedemorgen. Nadat Anna onder narcose is gebracht, tekent dokter Nieuwenhuizen de snijranden secuur af op Anna's borst. Daarna wordt alles steriel afgedekt en begint de operatie. Het amputeren van Anna's borst duurt ongeveer een uur. Voorzichtig wordt de borst van de huid losgemaakt, zodat de chirurg de wond goed kan hechten
en een egaal plat vlak kan maken. Dit is belangrijk omdat de borstprothese goed moet aansluiten zodat deze straks prettig zit. De borst is eraf en wordt klaargemaakt om naar de patholoog-anatoom te sturen die het weefsel nog eens nauwkeurig onderzoekt en kijkt of de hele tumor goed is weggenomen. Vervolgens wordt ook de schildwachtklier verwijderd. Ook deze klier wordt onderzocht. Even kijken. Ja, dit is de schildwachtklier. Als er geen uitzaaiingen in deze klier zitten, dan is de tumor radicaal verwijderd en hoeft Anna geen nabehandeling meer. Voor de zekerheid verwijdert dokter Nieuwenhuizen nog een extra kliertje. Tweede cent al nu. Tot slot wordt de wond gesloten. Het is klaar, hè? De operatie is alweer voorbij. Dag meneer Van Dun, ik spreek met dokter Nieuwenhuizen uit het Catharina ziekenhuis. Wij zijn klaar met de operatie van uw vrouw. En het is allemaal goed gegaan. We hebben de borst goed kunnen verwijderen. En in de oksel zagen we geen hele grote klieren die verdacht waren. Dus op zich is het allemaal goed verlopen. Eigenlijk zoals we hadden gehoopt dat het zou gaan. Ja, de operatie van Anna Liebrechts is goed verlopen. We hebben de borst verwijderd met toch een hele grote tumor. En dan komt ze volgende week bij mij op de poli voor de uitslag. En dat is natuurlijk het hele spannende, want ze heeft toch een heel bijzonder beloop gehad. Dat er eigenlijk onder de chemotherapie de tumor toenam. En dat zien we heel weinig. Want we hebben toevallig gekeken van de afgelopen jaren. En dat gebeurt maar in 2% van de gevallen dat echt die tumor groter wordt onder chemotherapie. Dus het gebeurt heel weinig. Dus het is heel spannend hoe groot die tumor is en of dat die uitbreiding heeft richting de huid en of het alle randen schoon zijn. En ook of dat die kliertjes wel of niet aangedaan zijn. Maar eerst moet Anna nog bijkomen van de ingreep. Kort na de operatie krijgt ze al bezoek van de Mama Care verpleegkundige. Hallo, goedemiddag. Hoi. Hi, hoe is ie? Ja. Meegevallen? Ja, op zich wel. Het doet wel wat pijn, maar ja. Steken ligt ook als ik zo doe dan. Steekt een beetje. Nou, de operatie vond ik heel meevallen. Ik heb nagenoeg geen last van gehad. Ik had ook geen angst voor de operatie. Narcose is goed gegaan. Ik kom eigenlijk een uur nadat ik op de kamer was gewoon weer eten. Ik was niet misselijk. De dokter was tevreden over de operatie. En ik had zoiets van, het is goed gegaan. En een dag later mocht ik ook alweer naar huis. Wat ik nu even wil doen is kijken hoe dat de wond is. Ja. Dus ik trek zo even een paar handschoenen aan en dan kijk ik even. Ik haal er de pleister nog niet vanaf. Als je wil en durft, dan mag je al een beetje... Ik heb al gekeken. Je hebt al gekeken. Was je geschrokken of viel het mee? Viel mee, moet ik zeggen. Oké. Nou, het is netjes. Want ik wist helemaal niet hoe ik zou reageren. Dus op zich... Nee, maar dat weet je ook nooit van tevoren. Hè? Dat is altijd heel erg moeilijk. En het is ook, je kunt je van tevoren ook geen voorstelling maken van hoe gaat er dat uitzien. Nee. Dus dat is altijd, maar ik vind het wel heel dapper en heel knap dat je dat al gedaan hebt. Ja. Ja. Natuurlijk, je mist je borst, maar ik was gewoon blij dat hij eraf was, omdat die tumor daardoor weg was. Lukt het een beetje met de arm? Dat is ook al heel goed. Kijk gewoon even zo. Nou, dit oogt in ieder geval hartstikke rustig. Het ziet zeker niet blauw. Deze pleister laten we gewoon nog zitten tot morgenochtend. Kunt u misschien al wel zien, er zit een steri-stripje nog. Ja. Dat is zo'n klein, smal pleistertje die er gewoon een paar dagen op moeten blijven zitten. Ja. Nee, het voelt allemaal heel goed, heel rustig. Dus dat is prima. Eens wat ik ook wel voel is mijn oksel. Ja, daar moet ik nu nog even kijken of ik daar nog kan onderdoor. Ik zo? Nee, daar kan ik zo wel bij. Ja, de oksel is altijd de vervelendste wond. Hè? Ja. Dat trekt gewoon. En daarom moet je ook een beetje uitkijken met je arm. Ja. Zoals je het nu doet, dat mag. Maar dit mag niet. Nee. Heb je zelf nog vragen op dit moment? Nee. Nou, dan wens ik jou heel veel succes. Ja, bedankt. Ik zie je nog wel. Ja. En doe het kalm aan, hè? Doe ik zeker. Oké. Dag, hè? Doeg. Volgende week in Diagnose Kanker. Maakt Toos zich op voor haar zware darmoperatie, waarbij niet alleen de tumor wordt verwijderd, maar ze ook nog een inwendige bestraling krijgt. En Anna en Jack krijgen de uitslag van haar weefselonderzoek. Ik heb goed en iets minder goed nieuws, laat het zo zeggen. Die tumor die is verwijderd. We hebben de borst verwijderd en we hebben dat kliertje verwijderd.
Nou, dan, ja, jij zal denken, wat wordt nou het minder goede nieuws, is dat dat kliertje toch een uitzaaiinkje bevat. Dus ik heb het kliertje waar dat zaadje in zat en dat kliertje ernaast. Daar zat een micro-uitzaaiing in, maar daarnaast ook in het kliertje ernaast een macro-uitzaaiing. En een macro-uitzaaiing noemen we een uitzaaiing die groter is dan 2 mm.